WWRO heet u van harte welkom bij onze show. Mijn naam is Agent Knuppel en dit zijn onze huisvrienden. Mocht uw mobiele telefoon tijdens een van onze voorstellingen afgaan, dan riskeert u een uiterst onaangename ondervraging met mij persoonlijk in de geluidsdichte kerkers van de Wispelberg. Daar is mij nog een prettige voorstelling toe te wensen. En oh ja, wie nu nog naar de wc moet, die heeft een groot probleem. Zeker. Sorry, ik ben te haast. Dag! Dag!
welkom bij Blasstad, de musical. Waar blijft mijn beloning? Vragen we ons dat niet allemaal af, Louise?
is nog eens gevuld met het duurste wat er maar in de wereld te koop is. Nou, hè. Als haar hart net zoveel gevuld is als haar hart. Zoals het bedrijf staat, ik kom het nemen, denkje. Zo kan het al, meneer Van der Valk. Tuurlijk. Nee, maar. Dat klein hart. Wat ben jij een grote meid geworden? Alleen minister. Ja, kom jij meehelpen met ons kleine missie? Zo kan het alweer, hè, natuurlijk. Het is natuurlijk maar een flash slash kopieerfunctie. Vandaag nog een keer. Oeh, een fax slash kopieerfunctie. Je vader zei al zoiets dat hij een fax slash kopieermeisje had aangenomen. Hij zei echter niet. Zo kan het alweer. Goed, minister. We zullen hier niet langer ophouden van u. U zult uw man nog wel worden. Maar ik ga niet naar zijn broer. Ja, ik weet zeker dat ik mijn man won. En ik weet zeker dat die dingen morgen gevuld zijn met kerstgeld. Ze zullen zwemmen in het geld. Iedereen zal zwemmen in het geld. Als die verhoging erdoor komt. Oh, maar de verhoging zal er doorkomen! Ja, als jij maar doorkomt met dat geld! Als die wet erdoor komt, zal er iets anders doorkomen met geld, minister. Oh, weet het, maar ik zou het voor zo... Ja! Show it up, master one!
Yeah.
Hard werk. En een plezierige jacht. Heb je nog nagedacht over de wegspeditie? Ja, klopt dat? Nee, ik ben hier. Oh, Rio, natuurlijk! En? Wel, ik moet zeggen dat ik meneer Kleinhart iets meer onder druk heb moeten zetten. Je weet wel, voor maandelijkse uitbetalingen, afzettingspremies enzovoort. Ook gepast, meneer Knuppel, krijg je gezelschap. En wie is dat? Dat is zijn kind, dat is zijn dochter. Oh, Lot Kleinhart! Wat is ze groot geworden? Goedenavond, agenten. Zeg je, als ik niet beter wist, zou ik denken dat het om een laat op de avond snel achter de struiken kleine boodschapachtige ontsnapping ging. Nee, agenten, ik ben gewoon op weg naar huis, naar mijn eerste werkdag. Oh, lange dagen. Ach, net als wij. Ja, een of andere belangrijke stemming. Er moest veel worden gefaxt. En ik ook hier. Maar ik zou maar posten zo laat op straat. Je wil niet weten wat mensen allemaal doen voor een paar extra eurootjes. Ja, zeker met die nieuwe pistool in de hand. Ik ben niet bang voor mensen. Oh nee? Nee, want iedereen heeft een hart. En als je dat onthoudt, hoef je je medemensen nooit meer te bezig. Iedereen? Iedereen. Zelfs criminelen? Zelfs criminelen. Zelfs politiemannen. Ha, holy god! En wat doen wij hier nog zo laat op de avond? De laatavondpers op de baan leiden. We gaan gerucht over nieuwe persen van deze mensen trekken, meneer. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat het op een laatdag op de avond snel achter de trein. Zoiets hoef ik niet meer te doen zolang ik bij binnen ben. Ah, dus heb je veel tijd om met je hoofd in de wolken te lopen? Heb ik niet? Wat bedoel je? Ze bedoelt dat je een goede jongen bent. Probeer niet te eindigen als je vader. Want hoe is mijn vader geëindigd? Oei, is het al zo laat? Wij moesten maar weer eens gaan, je weet. Het werk van de politie hangt nooit op. Nee, nooit. Goeiedag, dat mag ik niet zeggen. Omdat het een geheim is. Krachtval zit dan in een mysterie. Stel dat
zomaar uit. Plastat bestaat niet, de mensen worden gewoon vermoord, weer niet. Die informatie moet je langzaam laten doordringen. Tot je uitkomt in een climax met allemaal zingende mensen en dat soort dingen. Zo, en dan nu. Ik snap. Oké, goed. Het is tijd voor de volgende scène. De volgende ochtend bij de vraag waar het prijsgevoel wordt gemeten? Precies, die. Thank you.
meisjes zullen geen ontberingen leiden. Ja! Zullen pas beginnen als deze onzin niet onmiddellijk ophoudt. Ah. U belooft al 20 jaar een oplossing, maar er gebeurt niks. Vandaag is het de dag van veranderingen. Vandaag is het de dag waar mensen in vrijheid zullen passen omdat mensen vrij zijn. Nee, nog steeds niet.